Lente bij Poys, wat maak je menu? En daarom hebben we een heerlijke lentebeenham. Hiervoor heb je de volgende ingrediënten nodig. De lentebeenham, gemarineerd met Provençaalse kruiden. Die gaan we aanbraden in vloeibaar bakken en braden. Een jus met jusverbeteraar. Dan doen we daar trostomaatjes bij, die gaan we mooi in de oven meegaren. Dan een soufflé van rucola sla met room. En eieren, gebakken aardappeltjes in de schil met rozemarijn en we drinken erbij een heerlijke Cabernet Merlot. We beginnen met het aanbraden van de lentebeenham. Hoog vuur, doe ook gelijk de aardappeltjes in de schil. Die doe ik in olie, dus even een 2 royale eetlepels olie in die pan. En hier doen we vloeibaar bakken en braden in, ook royaal. 2 eetlepels. Goed heet laten worden. En dan kunnen die aardappeltjes in de schil in één keer erin. Zo. En dan de beenham. Nooit in prikken, altijd even met een tang. Hij is gekruid, hij is ook gezout, dus je hoeft er niks aan te doen. Alleen maar mooi rondom goudbruin aanbraden. Zo. En ondertussen even de oven aanzetten op 180 graden. Even goed voor verwarmen. Dan kan je de pan een beetje schuin houden, want dan kan je hem mooi in die royaal in die boter mooi goudbruin aanbraden. Prachtige ham. Kijk, hebben we mooi dichtgeschroeid en dan blijven al die vleessappen van die ham die blijven mooi bewaard in het vlees. Dat is natuurlijk belangrijk. Nou, hij moet nog wel even in de oven hoor, dus ik haal hem er nu uit. Leg hem op dat bakplaatje neer en zo. Komt een heel klein beetje bakboter overheen, klein beetje. Oké. Deze maken we alvast af voor een jus. Eventjes een royale theelepel jusverbeteraar erin. Beetje losroeren. En afblussen met een scheutje water. Er zitten natuurlijk al die smaakstoffen, ook van die kruiden van die ham, die zitten hierin. Heerlijk. Kijk, dan heb je gelijk een hele mooie jus. Nou, en die jus, die gaan we even warm houden. We gaan bij de lentebeenham lekkere tomaatjes poffen in de oven. Nou, dat gaat als volgt. Dan heb je die prachtige verse trostomaten. En die snij je gewoon eventjes met een scherp mesje aan de bovenkant in. Een kruisje. Dan pak je het puntje van het mes en die gaan we zo openhalen. Zodat die gewoon eigenlijk als een soort kroontje open staat. Of een lentebloemetje. Je mag het noemen zoals je wil. En dan komt daarin zout en peper. Nou, pak je zeezout, doe hem mooi zo in die tomaatjes, een beetje verse peper, draai je er ook bovenop. Ja, en dan giet ik in die tomaatjes een druppeltje olie. Nou is die tomaat waarschijnlijk veel eerder klaar dan de ham, dus wel even in de gaten houden. En dan gaat die beenham in een oven van 180 graden. En dat is een minuutje of 40. Denk erom, de tomaatjes, die zijn eerder klaar. Een soufflé. Ja, dat klinkt ingewikkeld, maar dat is deze niet. We maken hem van rucola sla. En rucola heeft een beetje dat nootachtige. Dat is echt heel lekker. Maar je moet hem eerst eventjes een beetje als een spinazie wokken eigenlijk. Dus ik doe even een klein scheutje olie in de koekenpan. Dan laat ik even een beetje heet worden. Dan pak ik gewoon de rucola sla. De rucola sla die je koopt bij Poys is gewassen. Die doen we erin. Om en om. Een beetje slinken. Het is een soort wokken van een bladgroente.
vuur alweer zacht, want het gaat echt heel snel. Zo. En dan zie je ook dat die kleur in één keer helemaal mooi fris lentegroen wordt. Prachtig. Nou, klaar is het al. Dus echt heen en terug. Vuur uit. Dan doe ik er een klein beetje peper op. En een snufje zout. Zo. Dan een klein scheutje water. Doe ik een beetje hoor. Zo, die maakt het even een beetje... In totaal, dan mengt het ook wat mooier. Ja, perfect. Dan pak ik de room. En dan giet ik die room eroverheen. Ik maak er eigenlijk al een à la crème van. Zo. Roeren. Nou. Moeilijker gaat het niet worden hoor. Dat is deze. Dan pakken we de mixer. Dit is zo'n handig apparaatje die je bij een staafmixer krijgt. En dan doen we dat hele verhaal doen we hierin. Zo, eerst het mesje erin en dan pas de rucola sla erop. Even helemaal leeg maken, alles erin. Jeroen, zo. Klaar. Dan komt deze er bovenop. En dan gaan we hem helemaal fijn draaien in de hoogste stand. Dat die echt helemaal mooi egaal lichtgroen is. Oké, en nu. Zo. En dan pak ik nu eventjes een eitje. Hij is natuurlijk een beetje lauw warm, maar dat is niet erg. Het eitje moet natuurlijk niet te heet zijn, dan zou het ei stollen. 1 ei erin. Wat gaat zo'n ei nou doen? Nou, dat ei dat zorgt ervoor en voor de winding en voor het souffleren. Een ei werkt ook in cake, maar ook in een soufflé van groente in dit geval. Kort doordraaien. Klaar. Kijk, nu maken we deze soufflé van rucola sla. Maar je kan hem ook heel goed maken van spinazie of van andijvie. Bladgroenten lenen zich uitstekend voor het maken van zo'n soufflé. Oké, dan gaan we... Het in het vormpje doen. Nou, dan pak je gewoon een koffiekopje. En ik doe een klein beetje olie op mijn keukenrol. Zo. En dan ga ik eerst dat eens eventjes goed invetten. Want als ik dat nou niet zou doen, ja, dan krijg ik het straks niet uit de vorm. Nou, dan pakken we de vulling van de... Ik wil even doorroeren, want die rucola moet er natuurlijk wel doorheen zitten. Zo, ja, kijk, en dan giet je me zo in. Hup, die, deze ook. Hup. Zo. Stukje plastic folie. Die. Strak overheen spannen. En dan 1 tot 2 minuten in de magnetron. De rozemarijn, klein beetje strooien, mooi over. De aardappeltjes. De Cabernet Merlot is ingeschonken. Een heerlijke combinatie met mijn lentebeenham. En die leggen gewoon op het voorverwarmde bord. Tomaatje bij. En dan leg je gewoon zo daar. Aan die kant. Dan onze soufflé. In één keer tik op het bord. Daar is die. De gebakken aardappeltjes. Die kunnen daar mooi naast. Zo. En dan een mooie shiso, heerlijk, over de lente beenham. Lente op je bord bij Poys, wat maak je menu? De lente beenham, heerlijke krielaardappeltjes in schil, een soufflé van rucola met tomaat en een cabernet merlot. Een goede lente.